Hallo allemaal, dit is weer een nieuwe vlog en we zijn op weg naar Loenen, naar Oostengi en die ga ik vandaag mee rijden en daar achterin staan Bror in de trailer en we zijn er nu bijna, dus we gaan het zien vandaag. Nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di. Yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Nou, dit is alweer de nabeschouwing van de wedstrijd. En ik had eigenlijk geen zin om dit in een column te zetten. Ik ben een beetje lui geweest, sorry. Maar ik reed naar Oostengi en de weg ging heel goed. En de trailer was ook net verlaagd, de stang. Dus Bror stond een stuk stabieler, want die was eerst aan het wippen met zijn kont onder die stang, waardoor hij er wel eens uit wipte. Ook nog uit de zekeringen. En dat was heel erg vervelend, want dan moest je weer stoppen en de trailer openzetten. En dan weer erin en die stang goed doen. En gelukkig is dat allemaal opgelost door die stang wat lager te doen. Dus we kwamen al redelijk relaxed gewoon op de wedstrijd aan. En ik had hem, dat zal ik binnenkort ook wel laten zien, wat een compressiepak is. Die heb ik bij Bror aangedaan. En daar ben ik echt heel erg positief over. Dus daar hoor je binnenkort meer over. En we zagen al redelijk snel dat het een hele kleine baan was bij Oostengi. En ik heb eigenlijk nog steeds niet het idee dat die 200 meter is. Ik dacht eigenlijk dat die 175 meter was. Dat is heel smal. En dat had ik niet goed ingeschat de eerste proef. En toen reed ik op IJslandsbit. En ik kon hem niet lekker loslaten. En hij bleef hangen. En daardoor werd ik eigenlijk een beetje gefrustreerd. En hij werd ook te lang in de bochten. En toen viel hij in draf. Toen net de jury keek. Dat was een beetje jammer. Maar ook in het snelle tempo. Ik heb geprobeerd om snel tempo bij de T7. Dus dan heb je eerst langzaam tempo. En dan een vrij tempo. En ik heb geprobeerd in mijn vrij tempo om wat sneller tempo en wat actiever. Om te kijken of ik hem wat vooruit kon rijden. En wat meer energie erin kon hebben. Dat is wel gelukt. Maar het is wel jammer dat ik gewoon... Dat het zo'n kleine baan was. Ik kon dat IJslandse bit eigenlijk niet loslaten. Dus ik kon er niet fijn mee rijden. En dat vond ik wel heel erg vervelend. En daardoor heb ik ook niet de punten gereden die ik wilde. Want ik weet ook gewoon van mezelf dat ik op een paar punten tekort ben geschoten. En dat ik wat inschattingsfouten heb gemaakt in de baan. Dat ik daar net niet helemaal lekker doorheen kwam. Dus dat vind ik van mezelf heel erg jammer. Maar toch heb ik daar nog een 4,8 dacht ik op gescoord. Dat vind ik laag en dat vind ik jammer. Ik heb hoger gescoord een paar jaar, een jaar geleden was het nu denk ik. Maar ja, ik vind het jammer dat ik zo laag heb gescoord. Maar ik snap het wel en ik had mezelf ook wel die punten gegeven. Dus ik kan me er volledig in vinden. En ik denk ook wel dat het een mooi leermoment voor mij is geweest. En de V3 ging een stuk beter. Alleen mijn moeder die was te laat. En die zou me helpen, want ik heb besloten om met andere bit verder te gaan. Met mijn Westend Mylar imitatiebit. Alleen het hoofdstel moest ook verzet worden. En daar was ik mee bezig en aan het klooien en ik kwam in tijdnood. En ik werd best al een beetje boos. En dat was eigenlijk precies wat ik nodig had. Want mijn proef ging eigenlijk best wel goed. En hij ging echt heel,
ja, hij ging best wel netjes. Want met het IJslandse bit moest ik best wel veel loslaten. En heb ik geprobeerd zo veel mogelijk hem zijn eigen gang te laten gaan. Maar dat kon niet doordat de baan zo kort was. En zoveel, zeg maar, de bocht normaal ook een recht stuk in zit. Maar dat was bij deze baan helemaal niet. En dat was wel heel erg moeilijk. Dus dan heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan op trends. En veel te drijven en proberen om, zeg maar, zoals ik bij Joni had geleerd, verder te rijden. En dat werkte erg goed. En ook de draf ging echt goed. En ik hoorde zelfs mensen aan de zijkant van de baan zeiden van, oh ja, dat is echt een hele mooie draf. En het is echt wel heel erg leuk. En zijn galop steeg echt, hij ging echt goed opwaarts galopperen. Dus ik was echt heel erg blij dat hij die baan doorkwam. En ook nog dat hij het goed deed. En het sneltempo tilt was gewoon jammer, want het is zo'n kleine baan. En ik vind dat ik het voor, ja, zo'n kleine baan toch nog wel heel erg goed heb gedaan. Want het was echt heel moeilijk rijden. En ik heb vooral geprobeerd om gewoon zo goed mogelijk te sturen en hem daar zo goed mogelijk door die bochten heen te krijgen. Maar ja, ik vond het zelf heel moeilijk rijden. Maar ik vond het wel een hele leerzame dag. En daarna heb ik ook nog akoestische tilt gestart. En toen mocht ik een rondje oefenen en mijn broer die dacht ze van, holy shit, hier ga ik niet overheen. Dus die ging al meteen naast het plankje. En daarna, bij het echte oefenen, ging die, of de echte wedstrijd, ging hij er weer naast. Of hij ging in ieder geval dravend eroverheen. Dus toen werd ik al meteen eruit gegooid. Het was een afvalrace, dus het was wel jammer. En toen de wedstrijd klaar was en iemand die had ook echt terecht gewonnen, want die had echt een heel leuk paard. Die echt heel goed liep, dus ik vond het terecht. Wat zei ik nou ook weer? Oh ja, toen de wedstrijd klaar was lagen die planken er nog. En ook de andere mensen waarbij de paarden niet goed eroverheen gingen, die gingen nog een keer. En uiteindelijk heeft hij 2 keer achter elkaar gedaan, alle 2 kanten op. Is hij er overheen getild en hij had goede takt en ik was echt heel erg trots op hem. Want hij moest tussen allerlei andere paarden staan om te wachten om weer de baan in te gaan en over die plank heen. En hij was echt weer helemaal in zichzelf aan het keren, dat ik ook al gewoon wel kon raden dat hij er niet overheen ging. Omdat er dan ineens wat anders lag en dat vindt hij dan moeilijk als hij dan best wel aan zichzelf gekeerd is. En ik vond het ook niet zo heel erg, want ja, ik vind dit gewoon iets wat erbij hoort, dat je paard ook wel eens niet gaat en een mindere dag heeft. En ja, dat die T7 niet is gelukt zoals ik hoopte. Dat is alleen maar een leermoment van mij geweest. Omdat als altijd alle wedstrijden goed gaan, dan gaat het een keer niet goed. En dan ben je ook helemaal van slag. Dus ik denk dat het juist wel heel erg waardevol is om toch die herinneringen en ervaringen op zak te hebben voor als het een keer minder gaat. Zodat je daar de volgende keer aan verder kan werken. En dat ga ik ook zeker doen. Maar ik ben wel heel erg blij, want ik ben gewoon 2 keer 5e geworden. En ik had maar een 0,5 punt verschil met plaats 1 volgens mij met de V3. Dus ik had het helemaal nog niet zo slecht gedaan. En vergeet even niet, hè. Ik ben pas in 2013 begonnen met wedstrijden. En toen haalde ik 4e in de V5. En nou ben ik een proef hoger en een heel punt hoger. En ik ben zelfs ik heb zelfs een keer in de T8 een 2,6 gehaald. Dat was ook een heel mooi leermoment. En toen had ik bijna alleen maar draf. En dan kijk ik nu toch verder naar mijn T7, terwijl ik normaal T5 rij. Maar ik vond het niet slecht. En dan denk ik van, nou ja, het is een keer minder gegaan. Maar daardoor weet ik wel weer waar ik aan moet werken. En welk inzicht ik nodig heb voor de volgende keer als ik een nieuwe baan ga rijden. En ik ga gewoon kijken hoe het gaat. Maar ik denk niet dat ik nog een keer naar Ousengi ga. Maar ook zeker als je er wel wil starten. Hij is klein, maar het is wel heel fijn. Want het was een hele gezellige wedstrijd. En er waren heel veel leuke mensen. En het was echt gezellig. Dus ik denk zeker dat als je nog niet helemaal zoiets hebt van, oh, ik wil grote wedstrijden als Wedstrijden Zuid rijden of Belgisch kampioenschap, dat het echt geen slechte stap is om even dan naar Loenen te gaan. Want het is echt een hele leuke, gezellige wedstrijd. Maar het is wel zo dat als je een heel lang paard hebt, is het niet heel handig. Maar ik vond het echt heel erg leuk. En ik wil iedereen bedanken die er was.
En die heeft gefilmd en foto's heeft gemaakt. Want ik heb gewoon een hele leuke dag gehad. En ik heb mijn persoonlijk record in de V3 verbeterd. Dus ik ben helemaal blij. En bij de tilproef, we zien het wel. En we gaan ervan leren. En kijken hoe het lukt de volgende keer. Dus dit is weer het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden.